De verhoging van de financiële uitkering aan sociaal zwakkeren komt als een donderslag bij helder hemel. Zo reageert Roy Sporkslede, waarnemend voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden BBGO, op een overheidsbericht hierover. De Bond is officieel niet zelf in kennis gesteld over de aanpassing van de Algemene Ouderdagsvoorziening, AOV, van 1250 SRD naar 1750 SRD. Sporkslede zegt dat de verhoging van 500 SRD is meegenomen, maar dat de blijdschap niet voor lang zal zijn. Want die AOV op zichzelf is al niets. En dit komt bij, is wat. Maar het is niet datgene dat de mensen eigenlijk graag zouden willen hebben. Voor de tijd waarin we nu leven. Een gepensioneerde zou nu op het ogenblik bijna aan 15.000 moeten krijgen. 15.000, om daadwerkelijk te leven. Omdat men vaker vanuit gaat. Maar je bent senior burgers, wat heb je nodig? En juist nu heb je nodig. Want alle dingen zijn duur. De mensen kunnen het niet. We hebben het ook hier, de gevallen. Waarbij de kinderen de mensen hier brengen in de ochtenduren. Maar de kinderen zelf hebben ook hun leven. Dus je kan ook niet te veel vragen van de mensen. De financiële bijstand voor mensen met een beperking is verhoogd van 1750 SRD naar 2500 SRD. Anil Kunjbihari, voorzitter van Stichting Wang Okasi, zegt uitgaande van de situatie van de doelgroep dat elke SRD welkom is. Kunjbihari zegt dat de mensen met een beperking nu 4300 SRD zullen krijgen. Een optelsom van de 2500 SRD en de 1800 SRD aan koopkrachtversterking. Echter leeft de groep ook met deze verhoging nog steeds onder de armoedegrens. De overheid heeft aangegeven dat de armoedegrens rond de 5.228 SRD zou moeten zijn. Maar dat is maanden terug geweest. Dat wil zeggen dat de armoedegrens veel hoger op dit moment zal zijn. Dus de mensen zijn op dit moment nog steeds onder de armoedegrens. Dat die overheid ze een verhoging geeft. Ben ik blij om, maar niet super blij. We gaan geen ronde dans maken, want daar is er absoluut geen reden voor. De mensen hebben heel veel onkosten die ze moeten maken wegens zijn of haar beperking. En ja, die 4300 SRD wat ze nu gaan krijgen, is nog steeds niet genoeg. Kunjbihari zegt dat zijn organisatie niet is gekend bij het besluit tot de verhoging van de financiële uitkering aan sociaal zwakkeren. De algemene kinderbijslag is verhoogd van 125 SRD naar 200 SRD. En de financiële bijstand voor zwakke huishoudens is verhoogd van 1250 SRD naar 1750 SRD.